Even uitleg over het haar. We beginnen bij de hoge staart. En bij de, het staartdingetje. Even een schuifspeldje doorheen. Zo. Die steek je achter in het haar. Dan wikkel je die 1 of 2 keer omheen, afhankelijk hoe dik het haar is. Deze pop wil niet meewerken. En met nog een schuifspeldje, die prop je er ook weer doorheen. En dan steek je hem ook weer weg. Zo. Dan hebben we een soort kroontje. Die is met ijzerdraad en clipjes. Dus die clipjes even open. En het is de bedoeling dat hij een beetje een... V-vorm krijgt op het hoofd. En er loopt een ijzerdraadje doorheen. Hier tussen de dingetjes. Soms wil hij er ergens wel een beetje zichtbaar zijn. Dan even de pailletjes er weer een beetje omheen duwen. Dat hij niet meer te zien is. We beginnen voorin. Schuiven hem mooi om. Klikken we hem erin. Zo. Hier is de ijsdraad een beetje te zien, dus dat werken we even mooi weg. Schuiven we die erin. Die klikken we ook. Die ook. Zo, proberen we een beetje model in te krijgen. Dat is mooi van ijzerdraad. Moet een beetje zo lopen. Dus je kunt hem lekker bijbuigen. Ieder hoofd is anders. En dan zitten er op het einde zitten er van die haakjes. En die kun je ook weer vastzetten met schuifspeldjes. Zo. Andere kant ook. Als het mooi in het midden zit. Nergens de ijzerdraad te zien is. Zo, dan blijft hij zitten. Bij het opbergen gewoon alles weer losklikken, maar niet gewoon zo in het zakje stoppen bij het uniform in de hoes, want dan kan hij het uniform beschadigen. Dus ik doe overal even van die zipbekjes bij. Als jullie hem daar gewoon weer in het zipbekje willen doen en dan in de kledinghoes, dan heb je hem altijd mee, maar dan kan hij het uniform niet beschadigen. Nou, dat is het. Veel plezier ermee!